Als ik de samenvatting zou moeten geven van wat twee dagen level 1 diep democracy inhoudt, dan zeg ik eigenlijk altijd: Ja, als je maar wat vaker zou inchecken met elkaar, op hoe het met je gaat en wat er belangrijk voor je is. En dat je dat zou doen zonder meteen op elkaar te reageren, maar juist die reactie uitstellen. En als je wat vaker ja, zou vragen: wie heeft er nog een heel ander idee? Of wie ziet het anders? Wie denkt er heel anders over? En zijn er mensen die dat herkennen? En tenslotte, als je wat vaker zou vragen als een besluit is gevallen, joh, aan de mensen die, ja, waarvan het niet echt hun besluit is, zou je vragen: wat heb je nodig om hierin mee te gaan? Ja, dan ben je eigenlijk goed op weg om diepte moxie om je heen te verspreiden en een diep democratische cultuur te creëren met elkaar. Nou ja, dat gun ik eigenlijk iedereen.